to the window of my eyes. Welkom bij de City Hall Blues Club uit Gramsbergen. Vanaf 26 januari, dat is de laatste vrijdag van de maand, openen wij onze deuren met een hele nieuwe bluesclub. We kunnen wel zeggen de jongste bluesclub van Nederland. Mijn naam is Jan van Dijk. En mijn naam is René Suket. Wat gaan we doen? Nou ja, we gaan een bluesclub opstarten waarbij we elke laatste vrijdag van de maand een optreden van een liveband hebben. De band zijn over het algemeen allemaal Nederlandse bands die hoog in Nederland de blues vertegenwoordigen. Ja, en die proberen wij uit te nodigen elke laatste vrijdag van de maand in onze nieuwe club. Ja, de eerste optreden dat is van Dushing Blues. Met dit voorprogramma Blues 2. Blues 2 zijn een paar mannen uit Coevorden, vroeger B-eaters. Nou, wij hebben besloten dat hier te doen, omdat de trouwzaal van het oude gemeentehuis in Gramsbergen eigenlijk niet meer als trouwzaal gebruikt kon worden. En daarom hebben wij besloten om hier een bluesclub van te maken, dat was al een lang gekoesterde wens van ons. En daar komt de naam City Hall Blues natuurlijk ook vandaan. City Hall, gemeentehuis. Nou, en dan blues, ja, dat maakt het hele plaatje compleet. City Hall Blues. Nou, mooi, ik kon het niet weten. No, you done me wrong, baby. You'll be sorry, baby. De komende maanden, dus na 26e, hebben we elke laatste vrijdag van de maand hebben we een optreden. En nou wie dat zijn. Ja, in februari, einde laatste vrijdag van februari, hebben we de B.G. Hagen Band, ook uit de omgeving. Volgende maand, maart, hebben we de John F. Klaver Band. En op Koninginnedag, het is de laatste vrijdag van april, hebben we de G.G. Sharp Band. Alle zijn al welkom bij ons in de club. En u kunt de kaarten al bestellen via de site www.cityhallblues.nl. U kunt al reserveren om in ieder geval zeker te zijn dat u er ook bij bent. Als u bij de City Hall Blues komt, dan kunt u natuurlijk altijd ook nog even een drankje bestellen. We hebben whiskies aan boord, we hebben biertjes aan boord, we hebben frisdrank voor degene die moeten rijden, zoals gewoonlijk. En ook daarvoor kunt u hier terecht. We hebben onze eigen bar, dus dat is allemaal aanwezig. De City Hall Blues doen we natuurlijk niet met z'n tweeën. We hebben ook nog de vrouwen. De vrouwen. Die dames die zullen we meestal aantreffen hier achter de bar. En voor een hapje, chipje of een drankje kunt u ook gewoon bij ons aan de bar terecht. En vanaf 8 uur is de zaal open, terwijl het programma over het algemeen om 8:30 gaat starten. Maar de blues verlaat jou nooit.